spelersbus erbij huren. Je kunt de kist in Feyenoord kleuren krijgen. Je kunt de uitvaartstoet langs de Kuip laten rijden. Je kunt zelfs de kist hier op het veld laten zetten. Dus er is ontzettend veel mogelijk. Er bleek behoefte te zijn aan een Feyenoord-uitvaart. Want er kwamen bij de voetbalclub flink wat verzoeken binnen van supporters. Ook Feyenoord-fan Piet Stevens ziet het wel zitten. Mijn laatste eer mag daar gedaan worden. Daar sta ik helemaal achter. Je bent een supporter in hart en nieren van die club. En ik sta daar wel achter hoor. Graag zelfs, ja. De kosten voor een Feyenoord-uitvaart kunnen flink oplopen. Piet hoopt dat de club ook denkt aan de supporter met een kleine portemonnee. Laat van het nou eens zeggen van, nou, wij verzorgen alles erbij met begrafenisondernemer. En de spelersbus, die stellen wij beschikbaar aan de familie. Nou, dan kun je toch alweer een stukje goedkoper. Ondanks de kosten zou Piet het dus wel willen, een uitvaart in de stijl van zijn clubpie. Maar hoe staat het met de commercieel directeur van Feyenoord? Als het zover is, dan zal ik er zeker gebruik van maken. En wordt het dan Lee Towers of wordt het niet zo sterker dan het ene woord? Nou ja, ik weet niet of daar gezongen gaat worden, maar als ik dan mag kiezen zal dat niet zo sterker dan het ene woord zijn.